Deze Nissan minibusjes zijn erg populair in Kenia als openbaar vervoersmiddel. Ze zijn betaalbaar en rijden naar de meest afgelegen plekken in heel het land. En ze verstoken daarmee honderdduizenden liters diesel per dag. En nu is de dieselprijs in een paar jaar tijd bijna verdubbeld. In het centraal gelegen Naromoru zijn de chauffeurs het zat. Ze zijn uitgeweken naar goedkopere biodiesel, gestookt hier door een lokale ondernemer. En deze gebruikt de zaden van de krottenboom. Een inheemse boom die in grote delen van Kenia voorkomt. Ze worden verzameld door mensen uit de buurt, zonder schade aan de boom. They don't cut the trees, they don't climb them. What they do, they just collect the seeds. And there's a period at which they collect, so that we don't collect all the seeds which have been produced by that tree. De zaden worden bij de fabriek afgeleverd en gaan direct in de sorteermachine. Ze gaan daarna de maalmachine in om de olie eruit te persen. De fabriek produceert zo 400 liter biodiesel per dag. En per liter is het 5 tot 10 eurocent goedkoper dan fossiele diesel. Maar er moet helaas normale diesel bij, omdat anders de motor vastloopt. If the engines are very dirty and you begin to use it 100%, it will clean up your engine and the residue, the solid particles will clog or will block your filter. Een menging tot 50% kan zonder schade aan de motor. De gebruikers vinden dat al lang prima, want het leven is schandalig duur tegenwoordig. Vooral het voedsel is niet te betalen door de aanhoudende droogte. En iedere kostenbesparing is dan mooi meegenomen. In a day, about 500 Kenya money. It saves you 500 per day? Yes, yes. In Kenia gaat per jaar 1 miljard liter fossiele diesel de lucht in. De overheid wil dat voor 20% gaan vervangen door biodiesel. En Cosmas Ocheng voorziet een gigantische vraag naar zijn product. We looking forward into venturing into the old country, having collection centers there, and also promoting the planting and growing of croton trees. En goedkopere biodiesel betekent dat één prijs niet omhoog gaat. Dat voor een kaartje in een minibus.